Als we dat als mens zouden kunnen bereiken, wauw, wat zouden we dan in een mooie wereld leven, hè? Ik ben Freek Bartels en ik speel de rol van Jezus. Ik ben Tycho Gernand en ik speel de rol van Pontius Pilatus. Jezus krijgt een ondraaglijk lijden te verduren. Maar hij gelooft dat dit een hoger doel dient en dat het goed komt. Heb jij iets in jouw leven waar jij heilig in gelooft? Vooral in deze tijd, dingen zijn vaak ontzettend aan lijnrecht tegenover elkaar. Het is heel erg zwart-wit en ik geloof heilig in dat er ook een soort grijs bestaat. Of dat er ook een soort het niet weten, dat ook goed is. Mm. We zijn zo gericht op resultaat en op succes. En het is natuurlijk ontzettend verleidelijk om jezelf de hele tijd te vergelijken met iedereen. Maar ik geloof, nou ja, in die zin geloof ik heilig in dat iedereen heeft zijn eigen pad en iedereen heeft zijn eigen tempo. Mm-hmm. Ik heb er nog een. Jezus was een goed mens en wilde dit doorgeven aan zijn volgelingen. Wat zou jij persoonlijk willen doorgeven aan de volgende generatie? Of aan mensen die je dierbaar zijn om je heen? Sta af en toe gewoon maar even stil. Het is alleen maar racen en jouw doel halen. Als ja, ik, dat is maar. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de generatie na mij. Als het gaat over social media of de invloeden van buitenaf of fake news. Wat natuurlijk in jouw rol in deze, maar gewoon nu überhaupt in de wereld een enorm ding is. Als je niet stevig in je schoenen staat en af en toe gewoon even bij jezelf te raden gaat van wow, wacht even, wie ben ik, wat wil ik, waar wil ik heen en wie zijn voor mij belangrijk, wat is voor mij belangrijk. Ja, je kan jezelf enorm snel verliezen daarin. Ja. En dat is het moeilijkste wat er is. Ja, is ook. Respect voor alle jongeren nu ook. Ja. Wat je allemaal om je heen hebt en waar je allemaal aan moet committen en moet voldoen. Tycho. Ja, Freek. Ik heb een vraag voor je. Oké, kom maar door. Jij speelt Pilatus, de man die Jezus veroordeelde. Mm-hmm. We oordelen en veroordelen anderen op wat zij doen, vaak ook onbewust. Wat vind jij daarvan? Dat is mens eigen. Er zijn heel veel mensen die altijd zeggen, ja, ik oordeel niet, maar dat doen we al als we naar buiten lopen meteen. Ja. Oh, leuke schoenen of niet, of god, dan weer. Onbewust doen we het zoveel. Kijk verder dan je neus lang is wel. Ja. Ik denk dat we te snel zijn, helemaal in deze tijd, te snel zijn met oordelen. Het is vaak ook iets wat men doet om het voor zichzelf soort van te kaderen. Hè? Als iets onbekend is of beangstigend. Dat je het dus een label geeft waardoor je het voor jezelf kan plaatsen. En dat je daardoor je onrust weg is. Ja, dat is waar. Want die hokjesgeest waar we het altijd vroeger ook over hadden. Maar dat is bijna nodig om voor jezelf door te kunnen gaan. Ja. Dus om het daar neer te zetten. Nou, dan oordeel ik. Maar dan is dat. Dan kan ik verder. Ja. Dus ik vind het eigenlijk wel heel... Ik denk dat we... meer moeten luisteren soms en meer om je heen moeten kijken dan we nu doen. Ja. Als ik er nu zo over nadenk, want het is wel echt waar. Jezus oordeelt totaal niet. Nee. Jouw rol doet, dat is bijna onmogelijk. Als... Dat lijkt mij absoluut onmogelijk. Maar dat is zeker zo, ja. Wauw, als je daarover nadenkt. Maar ja, ik denk dus dat hij misschien wel... Hij heeft dus zodanig sterk gevoeld, ik dien een hoger doel. Mm-hmm. Dat gaat dus alles verder voorbij. Dat gaat voorbij aan de ik, aan de ego. Ja. Maar ja, om dat te bereiken... Ja, dan moet je wel echt. Daarom is Jezus Jezus. Ja. Maar dat is ja, ook, nee, ja, dat, ja, absoluut. Ja. Wow, zo heb ik er nooit bij stilgestaan. Maar dat is wel echt waar. Totaal geen oordeel hebben. Dat kan, dat is... Als we dat als mens zouden kunnen bereiken... Wauw, wat zouden we dan in een mooie wereld leven, hè? En Pilatus die maakte zijn beslissing op aandringen van het volk. Heb jij wel eens keuzes gemaakt waar jij zelf niet achter stond? Bijna niet, want ik doe bijna al mijn keuzes op mijn buik. Ja. Dat is een soort buikgevoel. Dat zegt dat ik het niet moet doen, dan moet ik het gewoon niet doen. En de keren dat ik het gedaan heb, is het eigenlijk misgegaan. In de liefde ook. Ja. Dat ik dacht, dit moet ik niet doen. Ik word nu verliefd op iemand wat onmogelijk is. En toch ervoor gaan. Ja. En jij? Nou, dat is wel heel herkenbaar, ja. Dat soms je ratio en je gevoel met elkaar in strijd zijn. Maar je intuïtie, je gut feeling, nou ja, wat jij zegt, je buikgevoel. Dat kan volgens mij nooit echt liegen. Nee. En je hebt het soms niet meteen door. Maar vroeger of later... Kom je hem tegen. Kom je hem tegen, ja. En jij in een groep heb je wel eens meegemaakt met groepsdruk. Want dat ga ik als Pontius Pilatus natuurlijk meemaken. Ja.
dat de groep beslist voor jou eigenlijk, ja, maar we zijn met z'n 60 en die anderen zijn met z'n 40. Ja. Je moet nu onze keuze doen. Nou, ik heb wel, ik kan ook wel last hebben van FOMO. En dat is natuurlijk ook een soort sociaal groepsgerelateerd ding vaak. Of dat je die hebt, oh, er gebeurt van alles daar iets, of moet ik daar dan bij zijn? Niet binnen mijn eigen groep vrienden of familie. Nee. Maar ik ben privé, ben ik bijvoorbeeld in groepsverband kat uit de boom. Ik ben niet meteen iemand die er vol in duikt. Ik moet het toch altijd eerst even een beetje op afstand bekijken voordat ik me daardoor op mijn gemak voel. Grappig, want wij kennen elkaar best goed, maar daarin zijn we wel echt het tegenovergestelde. Ja. Jij ziet mij echt ratzo. Ik ga daar vind ik het ook wel in lekker. Iemand. Laat die gewoon maar eerst gaan en als het de kust veilig is, dan kom ik maar daarna. De grap is dat ik daarvan heel veel leer. Jij omgekeerd denk ik ja, ook. Ja, nee, absoluut, want ik weet ook van mezelf dat ik af en toe wel dat moet doen om iets te bewerkstelligen. En zeker. Ik dat ik af en toe echt gewoon, hou nou jezelf even bij jezelf. Ja. En dat is precies wat eigenlijk die vorige vraag was. Ja. Luister eens een keer naar een ander. En dat lukt me wel steeds beter. Ik denk dat dat ook inherent is aan ouder worden in het leven. En meer, ja, tuurlijk, ja. Meer beseffen, meer weten. Ja.